Welkom allemaal op de opening van deze eindexamen tentoonstelling Kunst. Ja, ik dacht van tevoren wel natuurlijk, kunst in tijd van oorlog, daar kan ik niet omheen om dat even te benoemen. En wat is dan eigenlijk de rol van de kunst? Nou, misschien is de rol van kunst ook gedeeltelijk het brengen van schoonheid in een lelijke tijd. En misschien ook gedeeltelijk een vorm van afleiding in een tijd waarin afleiding wel nodig is. Maar tegelijkertijd is kunst volgens mij ook heel vaak een boodschapdrager. En als je hier rondkijkt, kwam ik niet direct het thema oorlog zo heel sterk tegen. Maar jullie waren ook gebonden aan de thema's van het centraal examen die jullie moesten volgen. Maar ik kwam toch wel een hoop tegen waar een boodschap volgens mij aan vasthangt. Niet in zit of iets dergelijks, want kunst is kunst en niet een medium om boodschappen te verkondigen. Maar ik kwam al binnen en het leek wel alsof ik door een guillotine werd ontvangen. Maar dat bleek bij nader inzien een mobiele telefoon te zijn. Ik weet niet of dat een boodschap is die ik graag zie, dat de telefoon echt heel veel slechts met zich meebrengt. Maar kijk nog maar eens straks ernaar. En daarnaast meteen twee tafels met eten. En dat is sowieso een thema dat ik veel zie op deze tentoonstelling. Een waar baggenaal zo nu en dan hier en daar. Dat is op zich ook goed overgenomen door het ontvangstcomité die een rijke tafel met eten en drinken heeft klaargezet voor de ontvangst. Maar daar ligt iemand dood te zijn. Als gevolg van overmatig alcoholgebruik, vermoed ik. Hoewel ik ook zag dat de sigaretten uit het achterhoofd ontspruiten. Dus dat kan het ook zijn. En daar op een andere manier zie je een wereldbol waar de overconsumptie van afdruipt en op de grond belandt. En een van de producten erop, wel leuk voor zo'n wereldbol die in de ruimte zweeft, is ook een raketje. Een kleine verpakking van ijsraketjes, als je begrijpt wat ik bedoel. En je ziet het op meer plekken terug. En je ziet het ook misschien hier achter mij wel terug, ook niet erg vrolijk stemmend. Een opgesloten beest. Beat your own meat staat er dan weer bij. En dat doet me dan weer denken aan een heel subtiel werk daar, maar waar zijn ook allemaal grote vallen omheen geschilderd zijn door de kunstenaar in zwart. En daar een figuur in touw gewikkeld, in bondage zou je kunnen zeggen, sleept iets achter zich aan, maar dat lijkt dan ook weer helemaal niet zwaar te zijn of iets dergelijks. Dus dat roept veel vragen op en dat doet kunst natuurlijk ook sowieso. Als het alleen maar was een kwestie van een boodschap, kun je het ook op papiertje schrijven en uitdelen. Het is de bedoeling je aan het denken te zetten, neem ik aan. En veiligheid is een thema dat naar aanleiding van de HALO ook wat mij betreft op school nu erg actueel is. En dat is ook iets wat nou bij deze tentoonstelling altijd verweven is. Want je moet je volgens mij als kunstenaar wel veilig voelen. Dat is in sommige landen wel anders. Om je kwetsbare kant te laten zien. Want dat is wat ik altijd erg bewonder aan de mensen die hier tentoonstellen. Is dat ze bereid zijn zich te tonen door hun werk. En daarmee stel je je automatisch kwetsbaar op. En dat kan natuurlijk alleen maar als je je veilig voelt. En dat moet op school en dat moet in een land kunnen en dat kan niet overal, maar hier wel. En over veiligheid gesproken, dan ben de zwarte doos nog niet in geweest. Maar je kunt erin, maar kom je er ook weer uit en wat gebeurt er daar binnen met je? Ik zie daar trouwens wel een gestolen voorwerp, dus ik denk ook dat ik aangifte moet gaan doen tegen de kunstenaar, want er hangt een klok die gestolen is op een AI, dames en heren, als ik het goed zie, nu gevonden. Dat traditie is misschien niet bij iedereen bekend op de artistieke intelligiale. Je zou denken, allemaal kunstenaars, dan gaat het niet gebeuren. Is er blijkbaar een routine om klokken op andere scholen te stelen? Ik heb dat dit jaar geprobeerd in de kiem te smoren, maar dit is hopelijk, staat ook een jaartal op, hè? Niet van 18. Kijk, dan is het misschien verjaard. Laten we het daar ophouden. Maar veiligheid is erg belangrijk. Een van de thema's was ook, want kijk, het zijn vragen die opgelost moeten worden. En vul me even aan hoe het precies was, maar als je een probleem hebt, vraag het de dodo. Was zoiets een thema? What would a dodo do? Dat was ook een mooie alliteratie trouwens. Ja, dan deed ik bij mezelf, ik zou toch maar niet doen wat de dodo deed. Want volgens mij is de dodo uitgestorven. En dat niet. Maar dus het probleem, voor al uw problemen kunnen opgelost worden met die wonderbaarlijke machine in het blauw daar aan het eind van de zaal. Hoe het precies werkt, dat gaat u zelf moeten ontdekken en wat de sleutels en de clues zijn. Want kunst brengt ook oplossing en verlichting en dat is een creatief proces. Heel erg mooi. Ik vind het een prachtige tentoonstelling. Ik heb het nog maar heel kort kunnen bekijken. En hij valt op en hij onderscheidt zich van andere tentoonstellingen doordat het in mijn gevoel heel erg een geheel is geworden deze keer. En dat is ook eigenlijk al een beetje
merkbaar als je binnenkomt, kun je niet makkelijk binnenkomen, want je moet eigenlijk even over dit platformpje lopen. Maar dan zit je ook een soort van opgesloten in de kunst, in de carousel. En dan kun je nog dieper gaan door in die zwarte doos te treden. Ik vind dat mooi. Het is een mooie tentoonstelling. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Geniet ervan. Vraag de kunstenaars wat je wil vragen. Kunstenaars, leg uit wat je uit te leggen hebt. Of denk, mijn kunstwerk spreekt voor zich. Want zo is het uiteindelijk, als alles gezegd is. Dus dank jullie wel voor jullie komst naar de tentoonstelling. Kunstenaars, dank jullie wel voor jullie werk. En ik wens iedereen heel veel plezier. En alle leerlingen, ook al doet het er niet toe, hele mooie cijfers voor hun werk. Alsjeblieft. En pas toe en kijk rond. Noortje Kersten, thema Unplugged. Mijn werk heet Tinder Unplugged. In mijn werk wilde ik benadrukken hoeveel indruk social media tegenwoordig heeft en hoeveel invloed het heeft en hoe bizar dat eigenlijk is. Unplugged betekent losgekoppeld. Ik wil de toeschouwer een beeld tonen dat de te grote invloed van social media, in dit geval Tinder, duidelijk moet maken. Tegenwoordig gaan we als mensheid namelijk zo op in social media dat we onze acties en hun gevolgen niet eens meer kunnen overzien. Zonder schaamte kun je op Tinder mensen afwijzen op puur hun uiterlijk, zonder iemand echt te kennen. Ik wil de toeschouwer loskoppelen, unplugged, van het schaamteloze social media en Tinder weer menselijk maken en inzicht te geven op de gevolgen van het swipen op Tinder. Je ziet een rode en een groene cel rondom de telefoon. Je kunt op de expositie met elkaar Tinder naspelen door iemand achter de telefoon te doen staan en deze naar links of naar rechts te swipen. Links zie je een rode scène waar een beetje een afspiegeling is van het single, een beetje die deprimerende leven. Er is afval, veel chocola wordt gegeten, wijn gedronken en in je eentje speel je een sudoku. Rechts zie je de typerende date in een groene details omdat bij Tinder het hartje ook groen is. Mijn naam is Isabel Rozenboom en het thema dat ik heb gekozen is Warming Twenties. Bij mijn kunstwerk ligt er een dode vrouw op straat met een jurk gemaakt van afval van feest en corona. Om haar heen hebben mensen flessen neergelegd alsof het een crime scene is. Ze is namelijk in de nacht dood gegaan doordat ze te hard gefeest heeft. Tijdens corona zijn er veel dingen veranderd. Mensen hebben veel nieuwe interesses ontdekt, zoals klimaatproblemen. Daarom is de jurk ook gemaakt van vuilnis. Ook hebben veel mensen mentale problemen gekregen en hierdoor wordt er meer en meer overmatig gebruik gemaakt van verdovende middelen. Nu dat alles weer langzaamaan weer open aan het gaan is, staat iedereen te popelen om weer te kunnen feesten. De nieuwe Warming Twenties is aangebroken. Maar helaas gaat er nu en dan soms het er wat allemaal te hard aan toe. Quirine Schaasma en mijn gekozen onderwerp is Unplugged. Ik heb dit geïnterpreteerd als in dat we onszelf moeten loskoppelen van veel dingen waar de mensheid mee te maken heeft. Zo heb ik bijvoorbeeld het portret in het midden, dat staat symbool voor de invloed die nieuws en media op ons heeft. Ons wereldbeeld wordt veel gevormd door wat er in de media verschijnt. En de collage eromheen laat ook veel rampen en oorlogen zien, terwijl het afgebeelde hoofd gehypnotiseerd is door deze beelden. Het portret met de vele kleuren is symbool voor het verdwijnen van originele ideeën en creativiteit. De kleuren representeren die twee aspecten en die lopen dus langzaam weg van het hoofd en lopen verder uit op de omlijsting. Het laatste portret staat symbool voor het uit elkaar vellen van de mensheid. De tape is niet volledig overlappend, waardoor vandaar ook dat het portret niet helemaal compleet is. Verder zit ik er in een kring van een zwart hoofd. Zit er een kring van zwart om het hoofd heen. Dit is symbool voor het zwarte gat waar de mensheid langzaam invalt, naar mijn idee. Omdat we dus onszelf te veel laten beïnvloeden door dus inderdaad media en andere aspecten die in de wereld gaande zijn. Mijn naam is Wallis van Weel en ik heb als onderwerp een ding gekozen. Het gedicht dat gaat over een ding en ik heb ook een ding gemaakt. Mijn ding is een aspect uit de natuur, namelijk een plant, een bloem die bestaat uit verschillende bloemen, die bestaat uit verschillende bladeren. En dat is eigenlijk waar je naar kijkt. Ik wilde nadruk leggen op het feit dat dit ding verdwijnende is. Dat de natuur verdwijnende is. En dat het vaak na wordt gebootst. Maar dan handmatig na wordt gemaakt. Dus daarom heb ik de stam doorzichtig groen geschilderd. Zodat je het papier-mâché er doorheen ziet komen.
En dat je wel het idee krijgt van, ik kijk naar een bloem. Maar ondertussen schijnt er doorheen dat dit niet echt is. Dat dit geen echte bloem is. Dat die nep is. En daarom heb ik ook een gedeelte van de bladeren leeg gelaten. Ik heb een gedeelte felrood geschilderd. En bij de rest het papier-mâché opnieuw laten doorkomen. Om het verschil en het contrast tussen leven en dood na te drukken. Wat je vooral ziet in de natuur. Want de natuur is steeds meer verdwijnende. En daarom is dus een deel van de bladeren is zoals je die ziet of zou zien in de natuur, in het echt. En een deel is leeggelaten om te laten zien dat ook deze bloem nep is en niet echt. Dus ja, dat is waar je naar kijkt. Kenza Bobakker, gekozen onderwerp, nummer 4, Wilbur. Mijn werk is een vendingmachine in het thema van Dodo Airlines. In de vendingmachine zitten plastic balletjes met daarin papieren slipjes met daarop een uitdaging tot een raadsel. Het raadsel geeft uiteindelijk antwoord op de vraag What would dodos do? De bedoeling van het raadsel is om mensen een mini-avontuur te geven. Om ze dat gevoel van avontuur weer terug te krijgen. Aangezien in onze hedendaagse maatschappij veel te weinig mensen op avontuur gaan. Aangezien ze het internet hebben om al hun vragen te beantwoorden. Maar je kan het antwoord op de vraag What would dodos do? Niet googlen. Dodo's zijn helaas uitgestorven. Dus de vraag op dat antwoord zal ook nooit beantwoord worden totdat we weer een nieuwe dodo vinden. Wat waarschijnlijk niet zal gebeuren. Dus mijn vendingmachine is de enige manier hoe je het antwoord op die vraag kan krijgen. Verder is mijn vendingmachine bedoeld om mensen na te laten denken over de consequenties van hun daden. Je hebt nu eenmaal een balletje uit een vendingmachine getrokken. Ga je daar ook wat mee doen of gooi je hem in de vuilnisbak? Is het balletje niet verspild als jij het raadsel niet oplost? En irriteert het jou niet dat je de vraag op het antwoord What would dodos do? Nooit zal krijgen? Daarom vind ik dat mijn werk mensen promoot om na te denken en op avontuur te gaan. Mijn naam is Joris Piersma. Ik heb gekozen voor het onderwerp The Roaring Twenties. Mijn kunstwerk heet Het verval van de vrijheid. Veel mensen en vooral jongeren hebben last gehad van de coronapandemie. Zij misten 2 jaar lang hun vrijheid. Ze konden niet naar het café, niet naar een concert, uitgaan of nieuwe mensen leren kennen. Deze vrijheid is precies datgene wat ze wel hadden tijdens de Roaring Twenties. Toen stond feesten en jezelf ontdekken centraal. In dit kunstwerk is geprobeerd een link te leggen tussen dat wat onze Roaring Twenties had moeten zijn en de invloed van corona hierop. De toren van champagneglazen staat op instorten. Dit verwijst naar de Roaring Twenties van onze eeuw die op instorten staan. De glasscherven staan voor de verveling, de leegte en het gemis. We zien de rode mondkapjesstroom die verwijst naar de coronapandemie en de pijn die dat veroorzaakte. De champagnetoren staat nog. Zou corona dan toch eindelijk zijn afgelopen? Zou de rest van de jaren 20 dan toch nog een Roaring Twenties kunnen worden? Ik ben Maite Launes Hinojosa en ik heb gekozen voor het onderwerp De Scharrelaar. Dit is mijn werk, De Consequenties. Het is geïnspireerd op het liedje De Vondeling van Ameland van Boudewijn de Groot. Het is een liedje over een jongen die op het strand gevonden wordt door een strandjutter, een scharrelaar. En wanneer hij opgroeit, pleegt hij zelfmoord door zichzelf te verdrinken in de zee. Die scène uit het lied heb ik hier weergegeven. De oesters representeren de zee. De uitdrukking op het gezicht van de persoon in zijn laatste momenten kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Een uitdrukking van spijt en wanhoop of juist van opluchting en anticipatie op wat er komt. Door hem dezelfde kleuren te geven als de zee wil ik laten zien dat hij één wordt met zijn keuze, de zee, en de consequentie ervan. Dit laat zien dat wie wij zijn als personen een combinatie is van de keuzes die we hebben gemaakt en de consequenties ervan, die weer nieuwe keuzes uitlokken. Om het iets dichter bij ons te brengen, kunnen we denken aan dat wij nu als 6e klassers voor allerlei keuzes staan over studies en andere grote mensendingen. Dit voelt ook soms alsof je overspoeld wordt. En daar kunnen we niks aan doen. Maar we kunnen ervoor kiezen om te gaan zwemmen of te verdrinken.
De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee in. Hallo, ik ben Talia Torella en ik heb het thema Unplugged gekozen. Mijn werk representeert eigenlijk een beetje de relatie tussen dieren en mensen. En ik wou vooral een heel erg onschuldig en blij werk maken. Daarom heb ik ook heel veel geëxperimenteerd met kleur. Ik wou vooral heel veel contrasterende kleuren gebruiken. Ik heb daar heel veel mee geprobeerd en ik vind dat het best wel goed is gelukt op deze manier. Ik heb 2 linoleumsneden gemaakt. Eentje stelt dus een jongetje voor die de fluit speelt voor een groepje dieren. En de andere, het andere werk is een man die trompet speelt voor een groep koeien. En ik wou gewoon het vooral heel vrolijk maken. Dat is eigenlijk, dat is het wel een beetje. Ja. Ja, nou, bedankt voor het luisteren. Ik heb niks bij, ik ga het even. Hoi, ik ben Neer Gewens. Ik heb gekozen om Unplugged te doen voor mijn kunstwerk. Voor mij is Unplugged, ja, het is natuurlijk een MTV programma, maar voor mij is Unplugged dat je losgekoppeld bent van alles wat te maken heeft met technologie of de moderne samenleving. Dat heel erg gefocust zijn met social media en je telefoon en wat dan ook. Dus ik zie Unplugged heel erg Unplugged van alles en dichter bij de natuur. Ook dichter bij andere typische dingen dan zoals de 3 Abrahamistische geloven. Daarom heb ik voor mijn kunstwerk gekozen om 3 tarotkaarten te maken. Want met Unplugged denk ik ook aan, oké, weg van alle technologie en alles eigenlijk wat we nu kennen. En terug naar de natuurgoden, maar ook naar de wat apartere geloven. En daarom heb ik gekozen om 3 tarotkaarten te maken. Deze heb ik gemaakt met inspiraties uit de Griekse mythologie. Daarvoor heb ik 3 Griekse goden gebruikt. Dus elke kaart is gekoppeld aan 1 Griekse god. Zo heb ik 1 kaart van Selene, de godin van de maan. Dan heb ik 1 kaart met Afrodite en een schelp. En dan heb ik de allerlaatste kaart en dat is Athena met haar helm en speer. En mijn doel achter het werk was eigenlijk gewoon proberen dat mensen niet zo heel serieus, niet per se niet serieus, maar gewoon iets anders gaan nadenken, wat losser zijn, wat relaxter zijn. En dat het ook leuk is om bijvoorbeeld tarotkaarten te doen of dat zulke geloven ook prima zijn. Want we zijn nu allemaal gefocust op of technologie of heel erg alles wat om ons heen is met social media. En dat wilde ik gewoon loskoppelen, ook Unplugged daarom. En dat is eigenlijk wat ik dus met mijn kunstwerk heb gemaakt, 3 tarotkaarten. En dat heb ik gedaan met linoleum drukken. Dat ging een aantal keer ook fout, helaas. Maar uiteindelijk is het op zich wel prima gelukt. Dat was het eigenlijk wel. Hallo, ik ben Angela Flores. Ik heb voor het thema Unplugged gekozen. En dit is wat je ook ziet in mijn eindwerk. Maar eerst had ik het thema Roaring Twenties gekozen. En dit zie je ook terug in mijn proceswerk. Dus dat sprak me aan door de, eigenlijk door het hele esthetische ervan, door de details van bijvoorbeeld de kleding die mensen droegen in die tijd. Dus ik vond het gewoon heel mooi. Maar toen ik begon met schetsen maken, kon ik er niet echt een diepere betekenis achter
ja, plakken, zeg maar. Of gewoon, ik voelde me er niet echt geïnspireerd over. Dus toen heb ik het thema Unplugged gekozen. Unplugged, daar zie ik zeg maar twee betekenissen aan, namelijk niet verbonden en de stekker eruit. En ik heb me meer gefocust op de betekenis niet verbonden. Want in mijn werk zie je dus mensen in de metro die niet verbonden met elkaar zijn, maar ook niet met de realiteit. En dat ga ik even uitleggen. Dus als allereerst zie je mensen die van alle leeftijden. Je ziet mensen van alle leeftijden, van alle afkomsten. En ook mensen met allemaal verschillende kledingstijl. En dat wou ik er eigenlijk ook heel erg in doen. En ik denk dat dat me gelukt is. En ook de verschillende kleuren komen, heb ik zeg maar daardoor gekozen. Doordat je dit ook echt terug ziet in de metro. Want als ik vaak met de metro ga, dan zie ik dit ook echt terug. Dat is gewoon allemaal, ja, diversiteit zie je daar gewoon in terug. En dat wil ik ook in mijn eindwerk doen. Dus de mensen zijn niet verbonden met elkaar. Ze zijn allemaal bezig met hun eigen ding. Met hun podcast, met hun muziek, met hun boek. En dat vond ik gewoon een heel mooi idee. Je bent niet verbonden met elkaar en niet verbonden met de realiteit. Omdat je gewoon, als je bent onderweg naar een plek. Je bent onderweg naar school, naar huis of naar werk. Je bent onderweg en daarmee ben je niet, zeg maar, in die tijd ben je niet verbonden met het nu. Je bent gewoon bezig met je eigen ding tot je zeg maar op die plek aankomt. Dus dat was mijn idee van niet verbonden met de realiteit. En ja, dat was eigenlijk de betekenis van Anne. Mijn naam is Silke Snel. Ik heb onderwerp 5, protest, gekozen. En ik heb een jasje gemaakt waarop ik voorwerpen heb geplakt die normaal of ja, traditioneel meer geassocieerd worden met vrouwen of die vrouwelijke voorwerpen meer. Zoals schuursponsjes, vaatdoeken, tampons, dat. En mijn werk staat soort van voor hoe er van vrouwen verwacht wordt hoe ze zich constant maar moeten aanpassen aan de verwachtingen van de maatschappij. Hallo, ik ben Tom Hoevenaar en jullie zijn op dit moment waarschijnlijk naar mijn kunstwerk aan het kijken. Voor mijn kunstwerk heb ik het thema protest gekozen. Dus ik lever met dit werk kritiek op een bepaald maatschappelijk probleem. En het maatschappelijk probleem wat ik hiervoor heb gekozen is het feit dat bij veel religies dat er niet meer gekeken wordt naar de originele manuscripten of teksten of zo, maar veel vaker dat soort van dingen die ondertussen een beetje een algemene werkelijkheid zijn geworden, dat die gewoon geaccepteerd worden zonder dat mensen nog naar de onderbouwing zoeken. En een plek waar ik dat heel erg tot uiting zag komen is in de christelijke religie, in de notie dat God een man is. Dat heeft bijbels niet heel veel onderbouwing, in de originele Bijbel dan, I guess. Er zijn wel veel percepties van hun God, maar die zijn allemaal redelijk genderneutraal. Dus in mijn werk heb ik die genderneutrale godsbeelden afgebeeld. En vervolgens, om een soort van te spiegelen wat er historisch is gebeurd, heb ik daar mannelijke geslachtsdelen opgetekend. In een heel contrasterend zwarte, dikke verf. Omdat die er historisch ook gewoon een beetje opgeplakt zijn. En ja, mensen accepteerden dat nu gewoon. Ik ben zelf niet religieus per se, maar ik vond het gewoon een interessant thema. En ik vond het wel een soort van chockerend of zo. En daar hou ik wel van. Dus ik hoop dat jullie er ook van houden. En fijne dag verder. Mijn naam is Liv Valhaber en ik heb gekozen voor het thema Roaring Twenties, omdat het zowel kan worden toegepast op de jaren 1920 en de jaren 2020. In 1920, de tijd na de Spaanse griep, was er een verlangen naar sociale interactie en genot. En die is vergelijkbaar met de huidige tijd, 100 jaar later, door de coronapandemie. We bevinden ons namelijk nu in 2022 eigenlijk in het begin van een nieuwe Roaring Twenties. Kijk maar eens naar de vrijheid die mensen nu weer voelen door bijvoorbeeld de festivals. Ik heb ervoor gekozen
gekozen om in mijn werk de deprimerende coronaperiode van de afgelopen jaren, waar we middenin zaten, te visualiseren en deze af te zetten tegen de vreugdevolle periode van de 1920, na de Spaanse griep. Mijn werk representeert dan ook het contrast tussen deze twee situaties. Het thema Roaring Twenties heb ik geïnterpreteerd in 2020 als een schreeuw vanuit binnen, frustratie door isolatie en de pandemie, en in 1920 als een schreeuw naar buiten toe, van vreugde en uitbundigheid. Ik heb op een gestileerde wijze vormgegeven en begon met het gebruik van een linosnede. Het effect was naar mijn mening iets te versimpeld en te ongedetailleerd. Ik wilde contrast vormen door middel van verschillende materialen te gebruiken, zoals te zien is in het eindwerk, en daarom heb ik geëxperimenteerd met onder andere ecoline en houtskool, verschillende composities en kleurgebruik. Uiteindelijk heb ik verschillende technieken gecombineerd en daarnaast gebruik gemaakt van naald en draad, wat symbool staat voor het gevoel van in de knoop zitten met jezelf, wat speelt bij velen in de quarantainetijd. De rand heeft aan de zijde van 1920 een typerende art deco stijl van de Roaring Twenties die langzaam overgaat in de originele passepartout. Het contrast van warme kleuren tegenover de koele, gouden kleuren toont verschillen van emoties tussen de periodes aan. Als ik deze opdracht over een half jaar over zou moeten doen, hoop ik zowel de rechter als de linkerzijde, dat de rechter zoals de linkerzijde overvloeit, wordt door warme kleuren en feestelijke taferelen en het gevoel van vrijheid en dat de corona-epidemie voorbij is. Mooi. Mijn naam is Mees Nijssen en mijn kunstwerk hoort bij het thema The Roaring Twenties. Bij het zien van dit thema dacht ik gelijk aan Art Deco en de allure van de jaren 20. Tijdens mijn proces raakte ik geïnspireerd door een print van een robotachtig mens met geometrische vormen op de achtergrond. Het was een monochroom geheel en ik heb me hierdoor laten inspireren voor mijn eindwerk. Ik heb een verband getrokken tussen de vorige jaren 20 en de jaren 20 waarin wij nu leven. En ik heb het kunstwerk opgedeeld in twee tijdvakken die diagonaal tegen elkaar overstaan. Aan de ene kant vind je dansende figuren zonder zorgen. En aan de andere kant werkende doktoren die zich hard maken voor de gezondheidszorg in Nederland en over de rest van de wereld. Verder zie je ook de slaoliestijl terug in mijn eindwerk. Ook deze stijl komt uit de jaren 1920. Sierlijke lijnen en terugkerende vormen keren samen een sierlijk geheel. En die zie je ook terug in mijn eindwerk. Oké, doei. Hoi, ik ben Fiene Bruyne en ik heb gekozen voor het onderwerp protest. Op mijn werk zie je eigenlijk een soort, het is eigenlijk een soort strip. En het idee is dat het een soort van heel vrolijke prentenboek is over een varkentje. Maar dat is het eigenlijk niet. Want in, zeg maar zoals in kinderprentenboeken, vaak het boerderijleven heel vrolijk en leuk met veel kleuren en zo wordt afgebeeld. Is dat in het echte leven natuurlijk niet zo. Dus ik wilde eigenlijk dat contrast weergeven en dus wel heel op die manier schattige manier tekenen. En zoals in een prentenboek en met felle kleuren. En op die manier wel. Alleen dan dat het het realistische leven van boerderijdieren, of in dit geval dus het varken, weergeeft. En ik heb dus geprobeerd het heel schattig te tekenen. En ook de tekstjes erbij op een kinderlijke manier te schrijven. En het varken heet ook Vlekje. Dat is eigenlijk waar het over gaat. En het is eigenlijk kritiek op de bio-industrie en op hoe wij, dat ook een beetje soort van onze ogen daar proberen voor te sluiten, terwijl dat niet moeten doen. Ja. Hoe gaat het? Ik moet hem uitzetten. Hallo, ik ben Isa Redijk en ik heb gekozen voor de scharrelaar als onderwerp. En mijn werk en het deur is niet dicht. ik heb het geïnterpreteerd als dat. Eerst wilde ik een soort schaapmuzikant maken, want daar dacht ik aan als eerste instantie aan bij de scharrelaar. Maar dat vond ik toch een beetje voor de hand liggend. Dus toen heb ik toch wel de schaapmuzikant, een soort van, of iemand die muziek maakt, in ieder geval erin gehouden. Maar ik heb het meer geïnterpreteerd als dat we allemaal een soort van scharrelaar zijn, want iedereen scharrelt in het leven wel naar. Of scharrelt soort van. We scharrelen allemaal een soort van momenten bij elkaar. Omdat, ik bedoel, het leven is zo druk en je moet allemaal dingen doen die je eigenlijk niet wil doen. Dus zeg maar, je scharrelt de juiste mooie momenten dat je niet al die vervelende dingen moet doen, zoals werk of zo. Scharrel je dan bij elkaar en dat zie je dan meer als je echt een soort van leven, heb ik het idee. En ik heb geprobeerd om zo'n mooi moment vast te leggen. En ik wilde een beetje gebruik maken van blauw en oranje, want ik dacht ook aan een soort van
dat echt een paar van de mooiste momenten van de dag is vaak zonsondergang. Dus ik wilde ook een zonsondergang. En dan dat blauw is een beetje de kleur van de hemel voordat nadat de zon is ondergaan, maar als het nog niet helemaal donker is. En dan oranje voordat de zon onder is. Dus zeg maar, omdat dat zulke korte momenten zijn, maar zulke korte mooie momenten in het leven. Dat ik dacht dat dat goed zou passen bij momenten die je dan bij elkaar zou scharrelen. Als de scharrelaar. En dat is goed. Oké. Ik ben Wolfie Bertels en ik heb het onderwerp scharrelaar gekozen. Ik heb dit zowel letterlijk als figuurlijk genomen. Dus de letterlijke vogel. De scharrelaar met prachtige blauwe en gele kleuren. En de figuurlijke scharrelaar ook wel een persoon, wat zou ik het zomaar zeggen, snel van partners wisselt. Ik begon eerst door ze samen te tekenen. Maar het was gewoon een persoon met een vogel. Dus ik koos toch voor een sterker beeld. En dit was uiteindelijk het einde van de scharrelaar. Voor de vogel, dus de letterlijke scharrelaar, zie je dit als gewoon een krokodil die achter de vogel aan zit. Dus de dood van dit vogeltje, wat je dus ook ziet uitgebeeld op het tweede blad, op het rechterblad. Sorry hiervoor. ik heb voor de dood van de figuurlijke scharrelaar, dus ook wel het persoon, dit anders aangepakt. Dus door liefde uit te beelden. Dus een koppel in kwetsbare positie. Dus het is iets heel anders voor dit persoon. Ik heb dit zo getekend om uit te beelden dat dit dus kwetsbare, maar ware liefde is. En niet alleen een onpersoonlijke liefde voor één nacht. Oké, ik ben Salve Fischer. Ik heb gekozen voor het onderwerp de scharrelaar. Daarbij heb ik het onderwerp geïnterpreteerd als een scharrelaar is iemand die een bijzondere verzameling op nahoudt of veel dingen verzamelt, bij elkaar raapt. En zo ben ik eigenlijk tot mijn werk gekomen waarbij ik heel veel persoonlijk oud speelgoed wat je vroeger cadeau kreeg bij supermarkten tijdens acties. Denk aan Albert Heijn Minis en dat soort dingen van vroeger toen er nog C1000 was. Dat soort plastic figuurtjes. Die heb ik zeg maar op een papier-maché aardbol geplakt. Om zo te laten zien dat het eigenlijk heel vervuilend is en dat dit soort acties nergens op slaan. En dat het eigenlijk best wel veel is als je kijkt naar wat één kind eigenlijk over zijn jeugd aan gratis plastic uitgedeeld heeft gekregen. Ik heb het werk expres zo kleurrijk mogelijk gelaten. Omdat de figuren natuurlijk heel erg kleurrijk zijn, had ik er wat mee kunnen doen, zoals het plastic kunnen smelten of het zwart kunnen spuiten. Maar ik heb juist gekozen voor veel kleurcontrast en heldere kleuren. Zodat het werk juist heel vrolijk lijkt. Omdat mensen eigenlijk over het geheel heen kijken. Dat het eigenlijk helemaal geen goed idee is en eigenlijk juist heel duister is. Vandaar. Hi, ik ben Zana Marakowski. Ik heb gekozen voor onderwerp 1, Unplugged. Toen ik dacht aan het onderwerp, dacht ik aan dromen. En in je dromen komt je onbewustzijn naar voren. En je ideale beeld en je verlangens. En ik heb in mijn kunstwerk twee figuren weergegeven. Het bovenste figuur is veel meer gedetailleerd en dat is de realiteit. En dan heb ik door haar dat naar beneden weergegeven, alsof het versmelt in haar ideale beeld. En het onderste figuur is dus ook veel meer gestileerd en dat geeft dan ook weer dat het een haar droom is. Het kleurgebruik is ook simpel, want ik wilde vooral aandacht geven aan de motieven en de patronen in het kunstwerk. Deze zijn ook veel meer hoekig aan de bovenkant en veel meer dromeriger en gladder aan de onderkant. En dat geeft ook het verschil weer van realiteit en verbeelding en dromen. Hi, ik ben Sarah Lauver en ik heb gekozen voor thema 3, The Roaring Twenties. Ik heb drie affiches gemaakt waarvan het onderwerp vrij hedendaags is en bij deze jaren 20 hoort. Maar de vorm en de figuren die je ziet
juist bij de jaren 1920 horen, de Roaring Twenties. Ik heb het onderwerp dus op twee verschillende manieren geïnterpreteerd en op deze manier proberen weer te geven. Ik heb gebruik gemaakt van linosneden voor de lijst van alle drie de affiches. Ik heb gekozen voor drie keer dezelfde lijst, omdat dat toch nog iets van eenheid geeft in alle drie de kunstwerkjes. En het motief in de lijst is vrij druk, zodat het aandacht trekt, zoals affiches horen te doen. En het patroontje is ook erg, refereert ook heel erg naar de jaren 1920. Hallo luisteraars, mijn naam is Jonathan Sult en mijn werk is de man ingewikkeld met touw met het huisje erachteraan. Het thema is unplugged en hij is gedeeltelijk unplugged. Voor een deel is hij unplugged doordat hij is doorgeknipt en voor een ander deel heeft hij, de torso is nog steeds verbonden met het huisje. En het huisje staat eigenlijk symbool voor oude gedachten en ideeën en teksten en oude verhalen die je opgedaan hebt in de middelbare schooltijd. En die moet je nu natuurlijk achter gaan laten doordat we allemaal hopelijk gaan slagen. En daardoor heb ik het bij de voeten doorgeknipt zodat de pop of de man dus verder kan lopen. En daarom zit de torso nog vast, omdat het toch allemaal ideeën en verhalen en teksten zijn die je altijd bij je zult dragen. Wel was eerst het idee om in het huisje allemaal foto's te plaatsen. Maar dat is niet gelukt, omdat de foto's niet echt goed de lading dekten van de afgelopen schooljaren. En daarom heb ik er toch voor gekozen om oude teksten die ik zelf ooit een keer geschreven heb erin te plakken. En ja, ik hoop dat mijn handschrift niet heel leesbaar is, maar vandaar alle teksten. Op het statief van de pop staan allemaal stukken kaart van de Alpen en stukken zee van de Noordzee. Om dus het vrije wereldbeeld en we gaan de vrije wereld in nu te symboliseren. En dat is eigenlijk een beetje wat er te vertellen valt over mijn werk. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Mijn naam is Amanda Voesten en voor mijn eindwerk heb ik gekozen voor het onderwerp Een Ding. Het is een gedicht waarbij een bepaald ding wordt omschreven. Letterlijk een ding met van die dingen eraan. Maar het wordt niet echt duidelijk wat het precies is. En dat is dan ook wat ik met mijn werk probeerde te maken. Namelijk een ding met allemaal dingen eraan. Maar waarvan je niet precies weet wat de functie is. En of het eigenlijk wel een functie heeft of alleen een decoratieve bedoeling. En een paar delen eraan zijn wel herkenbaar. Zo zou je het midden kunnen zien als een soort glas of zandloper. En sommige delen een trappetje of een slakkenhuis met een soort klok of zo. Waar dan iets uitkomt dat dan ook weer omhoog wordt gepompt via een bepaalde constructie. Maar het idee erachter is dat, dat het dus eigenlijk niet echt iets is of toch ook weer wel. Maar daar is ook een beetje over aan je vrije interpretatie. Dus ik hoop gewoon dat de mensen iets zien, dat ze het interessant vinden om naar te kijken en dat je zelf een beetje kan inbeelden wat het precies is. En ja, dat is mijn werk. Ik ben Luc Tepe en ik heb onderwerp 7 de afbeelding gekozen. Mijn werk is een appel met houten platen erdoor.
En ik ben hierop gekomen doordat toen ik afbeelding 7 zag, toen zag ik daar eigenlijk direct een appel in. Maar dat vond ik heel raar van mezelf, omdat het natuurlijk een gebouw is wat heel erg industrie is. Terwijl een appel juist heel natuurlijk is. En toen ben ik dus dat contrast tussen de industrie en de natuur heb ik als hoofdthema gebruikt voor mijn werk. En daarom heb ik uiteindelijk besloten om een appel te maken met houten planken erdoor. Waarvan beide planken de industrie symboliseren en de appel de natuur. Het gaat dus over het contrast tussen beide en over hoe de mens en de industrie zoveel ruimte opeisen in de natuur. Mijn naam is Lisa Huisman, ik heb het onderwerp protest gekozen en mijn werk heet Schaapachtig. Het werk Schaapachtig is een verwijzing naar de naïeve, vaak wegkijkende houding van de consument ten opzichte van de erbarmelijke omstandigheden in de vleesindustrie. Ook de trui die we dragen, gekocht in een chique winkel, heeft bloed aan de wollen draad. De stalen krullen van het schaap symboliseren de hardheid van deze industrie en geven een hybride uitschaling om te onderstrepen hoe het dier een machine is geworden die zoveel mogelijk moet produceren. De connectie met het dier is verdwenen en we zien het alleen als eindproduct, verpakt in de supermarkt of aan een kledinghaak in een boutique. De eigenlijke oorsprong en levend wezen gaan we volledig aan voorbij en kijken schaapachtig de andere kant op. Ik heb een schaap gekozen omdat het eigenlijk een relatief minder besproken dier in de industrie is in vergelijking met bijvoorbeeld varkens of koeien. Maar het staat alsnog symbool voor alle leidende dieren en de wegwerpmaatschappij waarin we leven. Het is dan ook opgebouwd van objets trouvés. De meeste van deze gevonden voorwerpen zijn ook voor recreatief gebruik van de mens, zoals de rolschaats, wat aangeeft dat het schaap ook alleen bestaat om gebruikt te worden en weggeruimd wordt als hij de functie heeft voldaan of de mens erop uitgekeken is. Het hok, gedeeltelijk open en schoon, heeft zachte tralies, een schril contrast met de werkelijkheid. Waar vroeger de veehouderij een stuk kleiner was, zijn er nu megastallen en varkensflats. De ruimte die is overgelaten tussen het plafond van de kooi en de tralies belichaamt de frustratie en tegelijk ook de hoop van het schaap. Aan de ene kant geeft het de illusie dat hij ooit nog kan ontsnappen, maar aan de andere kant weet hij ook dat het nooit zo zou passen. De kop met aandoenlijk grote ogen staat voor de lopende band en de vleesverwerking die op rolletjes loopt. Het sculptuur stelt de verbeelding van de toeschouwer op de proef omdat het vertrouwde voorwerpen toont in een andere context dan gewoonlijk en ze op een andere functie vervullen waardoor ze een nieuwe identiteit krijgen. Op die manier, door een beroep te doen op humor en geestigheid, wordt de medeplichtigheid van het publiek gewonnen en wordt het ook uitgenodigd om deel te nemen aan een eigen spel dat erin bestaat de werkelijkheid te herscheppen en te vormen tot kunst. Hallo, mijn naam is Hero van Zanten. Welkom bij mijn werk. Ik heb gekozen voor het onderwerp Unplugged. De wereld waarop wij ons bevinden is te groot, te vol, te druk. Alles gaat snel en het is simpel om jezelf te verliezen. Het wordt steeds moeilijker om nep van echt te onderscheiden en het wordt steeds lastiger om jezelf te leren kennen, jezelf te beschermen en om voor jezelf de juiste keuzes te maken. Er zijn te veel anderen, te veel verplichtingen en er is te weinig tijd. Langzaam zijn we vergeten wat belangrijk is en wat er echt toe doet. In deze grote installatie kan de toeschouwer de wereld even achter zich laten. Begeleid door muziek in een totaal neutrale en veilige omgeving kan de toeschouwer zich even helemaal afschermen en al zijn zorgen vergeten. Ik wil hiermee het contrast zo duidelijk mogelijk maken. Ik wil laten zien wat stilte, rust, ruimte en tijd met je doen. Dus laat alles achter en ga naar binnen. Thank you.